Welkom bij aflevering 19 van Dipsaus, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Wij zijn Anousha Nazume, Mariam El-Masloui, Ebice Raal. En deze podcast is opgenomen op zondag 3 december 2017. Yes! En vergeet je niet te abonneren via dipsaus.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Stitcher, SoundCloud en de RSS-feed. Dus Stitcher en SoundCloud zijn dus waar je je podcast kan luisteren als je geen iPhone hebt. En last but not least, abonneer je op onze nieuwsbrief. Vol leuke artikelen en onze fijne playlist. En laat de recensie achter. Graag een mooie recensie. Hey, we hebben twee fantastische gasten die we natuurlijk straks gaan voorstellen. Maar we hebben ook een nieuw item in onze podcast. Wij willen onszelf ook eigenlijk een beetje voorstellen door middel van een paar dingetjes die wij deze week hebben meegemaakt. Nou ja, jullie kennen waarschijnlijk toch wel onze triple D's. Maar we hebben nu ook onze... triple B's. Triple B's. En dat zijn dus onze binge-watch, ons boek of onze broadcast. Dus vertel over je gezelligste of mooiste ding dat je hebt gehoord ergens deze week, podcast of radioprogramma, wat dan ook, of een mooie quote. Je favoriete of meest vervelende boek van deze week, of je meest fijnste of meest irritantste binge-watch. Dus ik ga nu meteen naar, ja, kijk jou al aan. Ik ga naar Mariam. Ja, Mariam El-Masloui hier. En ik ben een beetje aan het nep binge-watchen. Want binge-watch is toch als je in één keer alles kan afkijken. Maar dat kan helaas niet, omdat ik heel veel werk. Nee. Maar ik ben The Sinner aan het kijken. Het is gewoon alleen maar witte mensen. En heel veel moord. En er is dus een vrouw. En die heeft een trauma. En het is dan Jessica Biel. Weet je, toen ik haar zag, dacht ik van, gaat zij dat nou doen? Zij doet toch alleen maar romcoms en is getrouwd met Justin Timberlake. Dat is het toch? Oh ja. Maar zij wordt getriggerd door een liedje en steekt een man echt 7 keer neer op het strand. En nu gaat een investigator, die gaat erachter komen van hoe dat komt. Want zij weet het niet. Ze heeft er geen idee waarom ze het deed. Ze heeft geen idee waarom ze getriggerd werd. Ze heeft geen idee waarom ze littekens op haar arm heeft. En het is echt super spannend, maar ook een beetje freaky en een beetje eng. En elke keer, zeg maar, zorg ik er toch voor, ook al is het 1:30, dat ik toch The Sinner ga kijken. Alrighty, en nu kijk ik naar mijn andere lieve vriendinnetje en collega. Ebice hier. Ik heb eigenlijk heel veel, ik moet kiezen. Dus ik ga, denk ik, voor niet binge-watch, maar ik loop nu al 3 weken met het boek van Colson Whitehead rond, The Underground Railroad. Want hij is volgende week woensdag, 6 december... in Nederland weer. En hij heeft een belangrijk award gewonnen. I don't know which one. Er zijn heel veel belangrijke prizes. But he won one of them. En hij is een Black American writer. Hij is bekend van Sag Harbor. Ik heb nog nooit een boek van hem gelezen, eigenlijk. En dit is een soort van zijn breakout hit geworden. Terwijl hij altijd wel kritisch goed is ontvangen. Maar hij heeft nog nooit echt een bestseller gehad. En hij doet romans? Ja, gewoon fiction. Hij is een fiction writer. Maar ik kom er gewoon niet aan toe. Ik weet niet waarom, want het gaat ook over de Underground Railroad. Dus het gaat over de slavernij. Het heeft een beetje een magic realism to it. Maar ik kan me niet meer opbrengen om yet another American book te lezen. Ik weet niet wat het is. Ik ga wel naar de lezing op woensdag, maar ik weet het niet. Ik weet niet of ik er aan toe kom. Maar ik loop eigenlijk meer dan 1 jaar ermee rond, by the way. Het is meegegaan naar Ethiopië vorig jaar. 1 jaar geleden. Net als mij en Ilias Gori. Precies. En nu weer. Dus ik weet het niet. Misschien heb ik nog 3 dagen om te lezen. Okay. En jij, Anousha? Ja, ik, nou, Anousha en Zume hier. Mijn B is een broadcast. Prachtige podcast heb ik geluisterd. Of althans, prachtig. Het is een hele leuke podcast. Het heet THR, de Hollywood Reporter Awards Chatter. En die hebben hele leuke, geweldige interviews met schrijvers, met makers, met acteurs. Heel te gek vet interview met de maker ook van Get Out, van die film. Maar
De laatste tijd ben ik veel meer into thrillers. Dat kijk ik heel erg veel. En dus ik dacht, ik was heel benieuwd naar de podcast met Guillermo del Toro. Want hij is echt een intellectuele thriller maker. En hij heeft nu dus weer een waanzinnige film schijnt die te hebben gemaakt. The Shape of Water. Daar vertelt hij ook over. Maar hij had zo'n mooie quote in die podcast die ik graag helemaal met jullie wil delen. Hij zegt in die podcast letterlijk op een gegeven moment dat hij heel erg voor disobedience is. Want, zegt hij, disobedience is the beginning of thought en independence. Vond ik heel mooi. Dus dat waren dus onze BBB's. We hebben een geweldige aflevering voor jullie, voor de boeg. Met twee fantastische, jonge, getalenteerde gasten. We beginnen bij bestuurslid van New Urban Collective en Black Archives en algemeen coördinator van de European Network of People of African Descent. Activist en powerhouse van een vrouw. Zij is Jessie Dabro. Jessie, welkom. Hi, dankjewel. En vandaag is ook de voorzitter en medeoprichter van NUC en Black Archives. De derde man hier te gast. Dus het is echt een eretitel. Wat een eer. We hebben het over onze Mitchell Esaias. Yes. En ook cultureel antropoloog of antropoloog? Of cultureel antropoloog. En ook antropoloog. Dus nou, welkom bij ons. Dankjewel. Ja, bedankt dat jullie hier zijn. We zijn echt heel erg... it's a big honor eigenlijk dat jullie hier enorm zijn. En, ik wil wel even tegen de luisteraar zeggen dat we het opnemen op 3 december. En over 2 dagen is het 5 december. En dat is ook een van de redenen waarom wij jullie in studio hebben. We willen heel graag praten over... Ja, The thing that keeps on, the gift that keeps on giving. En gewoon, we willen, waar zijn we nu en waar komen we vandaan? Daar gaat het eigenlijk gewoon een beetje over. Mm-hmm. Ja, we willen terugblikken dus op hashtag kick-out Zwarte Piet dit jaar. Wat is er bereikt? Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht van nou, dit jaar, Amsterdam is al om. Het wordt super relaxed. En opeens werd het ontzettend heftig. We zijn dus ja ook heel erg natuurlijk nieuwsgierig naar Dokkum 2.0, waar jullie zijn geweest. Natuurlijk ook naar jullie als personen. Als ik mag zeggen, ook als stel ben ik. Ik hou erg van romances, dus daar wil ik ook meer over weten. Maar oké, ook als ondernemers, jullie doen prachtig. We gaan ook hebben natuurlijk over jullie geweldige expositie, over de Black Archives, over al het werk wat jullie ernaast doen. Kortom, heel veel om met elkaar te bespreken. Maar dat gaan wij doen na de Shoutout and Burns. Yes, ik ga ze toch introduceren. De shout-out en burns. Een shout-out is iets wat je geweldig vindt, prachtig, tof. En een burn mag down the toilet. En jullie mogen, Jessie en Mitchell, jullie mogen gewoon aan... jullie mogen vooral met ons eens zijn over onze burns. Yes? Ben benieuwd. Oké, wie gaat beginnen? Mag ik beginnen? Ja, Ebice gaat beginnen. Zowel mijn shout-out als Burn is eigenlijk de nieuwe series van Spike Lee. Het is eigenlijk niet een nieuwe series, maar het is de hoe zeg je, er is een naam voor het. I can't remake? Remake, ja. Van een Netflix series, She's Gotta Have It. En She's Gotta Have It is zijn allereerste feature film wat hij in 1986 volgens mij heeft uitgebracht. Daarvoor heeft hij shorts gemaakt. Maar dit was echt zijn allereerste feature film. It was also his breakout hit. Dat hij heeft echt naam gemaakt. En in het kort, het gaat over het leven van een struggling artist. Nola Darling heet ze. En ze heeft meerdere lovers. 3 mannen en een vrouw. Mars, Greer, Jamie en Opal. Daar gaat het eigenlijk over. En in de remake hebben ze haar een millennial angsty... artiest gemaakt die who lives in a brownstone in Brooklyn, in Fort Greene, Brooklyn, and who has to deal with all her insecurities. En het is echt, ik heb gebingewatched. Ik heb het in 2 dagen gewoon bekeken, want ik vond echt, ik vind het heerlijk om als er een series is, of het nou slecht is of goed, het is like een all black cast. Denk ik van, eindelijk. Dat is al zo fijn, ja. Dat is al zo fijn. Ja. Dan ga ik kijken. Ik weet dat ik I'm not black American. Dus heel veel dingen zijn ook nog steeds te ver van mijn bedshow. Maar ik vond het echt heerlijk om naar te kijken. Vooral ook, hij gebruikt heel veel... De soundtracks are heel vaak oude soul liedjes. R&B en soul van de jaren 80, 90. Dus heel veel dingen zijn echt gewoon een feest der herkenning. Maar wat op een gegeven moment halverwege dacht ik ook van... Het is echt gewoon too much. Misschien is het omdat ik aan het binge-watchen ben. But that's the nature of binge-watching. Ja. Het...
de schrijvers, net zoals heel veel series tegenwoordig, ze zitten allemaal te lurken op Black Twitter. Ah ja. Oh. Gewoon, dialoog is heel erg, speelt heel erg in op huidige debatten, maatschappelijke debatten, waardoor het bijna onecht overkomt. Hoe je tweet, praat je niet. Oh, is dat snap je? Zit in het scenario, zit ja. Dat soort... Hoe ze praten over dat she's... Ja, ik had eigenlijk een quote moeten opzoeken. Dat she's non-binary. Dat al die termen worden herhaald uit haar mond. Ja. Dus hoe je schrijft, praat je gewoon niet. Ze praat in one-liners. Ja, praat in hapklare brokken, tweetable one-liners praat ze. Maar ook, er was heel veel kritiek. Ik volg heel veel zwarte millennial women, Black American women op Twitter. En heel veel waren echt gewoon niet te spreken over... Oh, hoezo niet? Omdat ze herkenden zichzelf gewoon niet in haar. Ze vonden het te onecht. Jesse, jij hebt ook gekeken? Ja, ik heb hem zeker gezien. Ja. Maar inderdaad, wat je net vertelde, of het goed of slecht is, gewoon het gevoel dat jij jezelf kan zien of identificeren, maakt het wel even goed. Ja. Maar ik heb hetzelfde kritiek ook als jou. Was inderdaad dan die one-liner. I'm a pansexual, polyamory, et cetera. Toen dacht ik bij mezelf, oké, je kan het ook expliciet vertellen, maar kan je ook niet gewoon zijn en gewoon inderdaad het laten zien op een subtiele manier. En een van mijn andere kritieken was, ze komt voor als een biseksuele vrouw bijvoorbeeld. Maar dat vind ik dan, doe dan... Er was een onbalans in de interesse van haar in vrouwen. En ik vond dat het een beetje, dat Opal een beetje dat als een token werd gezien. Even erin werd gezet om de biseksualiteit te bevestigen of te bewijzen. Je zag het dus niet, het was geen vol deel van haar persoonlijkheid. Nou, haar liefde voor vrouwen, dat zie je. Nou, het werd inderdaad verteld in het dat het een aantal jaar geleden was. Maar ik was niet overtuigd, want het kan ook gewoon zijn dat heteroseksuele vrouwen gewoon nieuwsgierigheid hebben of zo. Ja. Dus ik was niet overtuigd van haar biseksualiteit in die zin bijvoorbeeld. Nee, wat ik ook zelf vond, los van al die andere kritiek, was terwijl ik vond haar, she was very selfish. Dat je niet weet wat je wil is één ding. Maar ze heeft allerlei regels wat ze wil van al die mannen. Maar je kan in een polyamoreuze relatie zijn, maar er moet een soort van gelijkwaardigheid zijn. Dat je elkaar in elkaars waarde laat. Maar she demands everything, maar zij moeten niets van haar verwachten. Ja, ja. Dat is heel erg door mannen geschreven, of niet? Ja. Nee, dat vond ik ook. Ja, nee, veel vrouwelijke schrijvers? Oké, maar ook vrouwen. Maar volgens mij zijn het, iemand zei, ik weet niet of het waar, ik heb niet gecheckt, maar bijna alle schrijvers zijn like 50 plus. En what the hell do they know about millennial? Dat is een van de kritieks geweest. Maar los daarvan, ik vond haar heel erg, ik keek naar haar, ik dacht van, she demands alles. Van Opal, van Mars, van Greer, van Jamie. Maar ze geeft wat ze daarvoor teruggeeft is zoiets van, jullie mogen niks van mij verwachten in deze relatie. Hmm. Het is dus, ze neemt alleen maar. En dat vond ik raar. Heb jij gekeken, Mitchell? Nee, ik was verbaasd dat Jesse het ook had gezien. ik had geen tijd deze week. Ik heb ervan gehoord, maar ik heb pas na 6 december denk ik weer tijd om dingen te binge-watchen. Oké. Dus je geeft het een thumbs up en een thumbs down. Ja, en ook ik vond het op een gegeven moment ook too overstuffed. Er was denk ik de een na laatste aflevering, of de derde voor de laatste aflevering, waarin er een soort van monoloog. Ze haalt een soort van monoloog, een te lange monoloog. And there's a lot of symbolism that goes into it. En op een gegeven moment al die soundtracks, na elke soundtrack is er een soort stil van de cover van de album. Dus het leek ook een soort van reclame. En op een gegeven moment, na de vijfde uitzending in van, oké, dat hoeft ook weer niet. Doe maar gewoon een Spotify playlist en get it over with. Maar wat ik wel echt, wat ik ook wel zie, is dat if you're like a New Yorker, a Black New Yorker, het is een soort love story. Liefdesverklaring aan New York? Of aan zwart New York? Niet alleen New York, maar Fort Greene. Oh, oké. Het echt Brooklyn, Fort Greene. Brooklyn, ja. Fort Greene. Brooklyn wordt op in al haar mooie facetten wordt heel mooi. Het is echt gewoon een love story. Het is prachtig in die zin. Mooi om naar te kijken dus. Mooi om naar te kijken. Alright, de Charlotte Burn van Ebize. Ik ga weer een beetje afbouwen van de White People's Netflix. Ja, dus nou, Marjam, en jouw shout-out en Burn. Ja, mijn shout-out is naar een documentaire van een Marokkaanse filmmaker, Nadir Bouhamouche, Paradises of the Earth. En hij was hier vorige week. En we hebben samen twee screenings georganiseerd. Eentje in Erasmus Universiteit en eentje in Amsterdam, in de Indische buurt. En dat was, en mijn shout-out gaat naar de screening in Amsterdam. Dat was 100% people of color. Dat was echt heel fijn. 100%. University of Color was daar. Er was een Marokkaanse rapper was daar.
Op het begin waren er wel 3 witte mensen, maar die moesten weg, want op tijd en... Het liep helemaal niet. Het liep helemaal niet uit. Maar er was zo'n vervelend oud wit vrouwtje. Die zei zo van, ja, we zouden toch om 2:30 beginnen. Toen zei ik, nee. In de Facebook omschrijving staat dat dat inlopen is. Om 2:00 beginnen we. Oh, nee, dat heb ik dan niet gelezen. En wat is de ondertiteling? Ik zei, dat stond ook in de omschrijving, mevrouw. Het is Engels ondertiteld. Oh, nou, dat had ik niet geweten. En toen wilde ik echt... Dat moet je lezen. People don't read. Words mean things. Maar goed, toen zei ze van, ik ga wel eventjes naar huis en dan kom ik zo terug. Dan dacht ik, die zien we echt nooit meer terug. Maar ze zei ook niet meer. Bye, Becky. Maar Paradises of the Earth gaat dus over een solidariteitskaravaan dat in verschillende steden in Tunesië gaat kijken van oké, wat gebeurt er met het klimaat daar? En welke bedrijven hebben daarmee te maken? Dus je hebt bijvoorbeeld een fosforbedrijf en daar vertellen ze hoe een Frans bedrijf daar eigenlijk zonder respect voor enig water of de omgeving daar de boel polluted. Wat is bloeding? Vervuild. En dan gaan ze naar een ander. Dus het zijn 4 afleveringen. En ze staan nu allemaal online. Dus je kan ze kijken. En het gaat erover hoe klimaatverandering... of het klimaat, hoe die wordt aangetast... eigenlijk in de Global South het ergst is. Ja. Nou, hier in het Westen is het meer op individueel niveau. Van we moeten recyclen. Jij als persoon moet gaan recyclen. Jij als persoon moet minder in de auto gaan rijden. Terwijl... En dit gaat dan in Paradise of the Earth gaat dan specifiek om Noord-Afrika. Wat daar door Europese bedrijven wordt gedaan. Echt gigantische. Voor 1 ton fosfaat heb je 5 ton water nodig om dat te wassen. En dat komt gewoon vanuit dorpen. Dan wordt gewoon iets neergelegd van oké, water leid, gaat niet meer van naar het dorp, maar dat gaat gewoon naar dit bedrijf. En dat wordt continu in Marokko gedaan. Marokko, Algerije, Tunesië, maar er waren ook een paar van University of Color. En die kwamen uit de, volgens mij kwam er eentje uit Curaçao. En die hadden het over het Caribisch gebied en hoe hetzelfde daar wordt... Hoe hetzelfde gebeurt daar. En ook in Zuid-Amerika, hoeveel parallellen daarin in zijn ook. Dus wij als Global Southerners zouden eigenlijk het meest bezorgd moeten zijn. Maar ook als Europeanen daar ook veel meer de verantwoordelijkheid in moeten nemen. Want het zijn dus westerse bedrijven, maar dan wel in samenwerking met de regeringen in het land zelf. Ja, dus, regering whitewashed het eigenlijk in een manier van... Kijk, bijvoorbeeld in Marokko is er zero tolerance voor plastic tasjes bijvoorbeeld. Ook al zou je ze willen kopen, je kan ze niet vinden. Dat was dan een maatregel voor tegen klimaatverandering. Want we moeten de wereld redden. Maar ondertussen... Wordt water omgeleid, wordt er water vervuild. Dus het is mijn shout-out en burn ook. Mijn burn gaat echt naar een neocolonialism. En bedrijven die nu allerlei beleid opzetten om het te greenwashen. En nu zichzelf presenteren als van, kijk, ons nog bezig zijn met duurzaamheid. Ja. Terwijl het eigenlijk maar alleen maar om hun eigen belang gaat. Ja, groen voor de poen. Precies, groen voor de poen. Ja, we zijn groen, maar we zijn groen voor de poen. Exact. Ja. Omdat ze anders het risico lopen dat mensen in opstand komen. Ja, precies. Dus wij rijden hier in Tesla's. Ja. Omdat dat goed zou zijn voor het milieu. Maar ondertussen worden al die materialen uit het continent van Afrika. Ja. En wordt daar de boel helemaal... Ja. Maar ook met CO2-uitstoot. Er is toch een soort elk jaar of zo... Nee, niet elk jaar, maar er is een soort officieel een bestand. Een CO2-bestand waar... alle landen een x-aantal percentage CO2 zouden uitstoten. Maar het schijnt dus dat juist Europe en Amerika het meest vervuilende landen zijn. Ja. Areas zijn in de wereld. Terwijl, inderdaad wat je zegt, de Global South daar veel meer last van heeft. Ja, want ook via bedrijven doen ze het dus ook in andere landen. Ja. Waardoor zeg maar het verantwoordelijkheid is van dat land. Terwijl het is... Via westerse bedrijven. Kijk, er is bijvoorbeeld een duidelijke link tussen de opstanden in Noord-Marokko, wat een visserstad is. Ja. En waar een visser dus uit wanhopigheid naar zijn inkomen is gaan gedoken en uiteindelijk dood is gegaan. Dat heeft te maken met een Europees deal dat is gesloten met Marokko. De zeeën van Marokko zijn voor denk ik 14 miljoen per jaar ongeveer. Somalische piraten ook, hè? Ja, die zijn dus voor 14 miljoen euro per jaar is dat verkocht. Ja.
Dus er is geen vis meer. Ja. Jeetje. Ja. Want dat en dat geldt ook in Somalië. In Somalië is ook, wordt ook, of de cost of Somalië wordt gewoon, met de huge ships wordt er daar gewoon gevist. Waardoor de lokale visboeren gewoon niet aan hun quotas komen. En they start the whole piracy thing. Ja, dan krijg je dus Robin Hoods eigenlijk. Ja. In het binnenland dat er enorm veel goud wordt gewonnen door Amerikaanse en Canadese bedrijven. Die vervuilen het water met kwik. En hè, met name de binnenlandse bewoners die leven van het water. Ja. Dus ook daar zie je gigantische catastrofale gevolgen voor de mensen in het binnenland. Dus overal ter wereld zie je het. Ja. En hier in het Westen verdienen bedrijven eraan. Ja, en die zijn dan het meest woke als het gaat om klimaatverandering. Mm-hmm. Daarom geloof ik niet in al die fair trade dingen. Het is gewoon bijna onmogelijk om echt gewoon fair dingen te ontwikkelen. Er zijn heel veel mensen die roepen van bijvoorbeeld ook Fairphone. Fairphone, ja. Fairphone, dat schijnt dus dat het dus niet fair te zijn. Ik hoop dat het fair is. Het is sowieso niet fair voor de voor die metalen zijn sowieso niet fair. Dus. En na een of andere artikel heeft de maker gezegd van we beogen fair te zijn. Ja, dat is een marketingpraatje. Oh, Tony Chocoloni. Tony Chocoloni ook. Ja, ja. Ja. Is wel lekker, maar. Dus dat is eigenlijk mijn shout-out en mijn burn. En Paradises of the Earth, wat de filmmaker, en dat is een goede vriend van mij, Nadir Bahamoush, een activist in Marokko. En hij heeft het online gezet, omdat hij zo graag wil dat mensen erover gaan praten. Maar ook vooral, hij zegt ook dan heel bluntly, I want people of color to be talking about this. Ja. Dat wij hierover gaan nadenken, de parallellen bij elkaar zoeken. Want er is een hele sterke groep Noord-Afrikaanse environmental activists die heel veel hun inspiratie halen uit Zuid-Amerika. Dat is voor hen echt zo'n... Maar waar heel veel Zuid-Amerikaanse activisten zijn gewoon letterlijk vermoord. Hè? Precies, ja. Dat is echt een paar grote kopstukken, vrouwen. Eén vrouw, ik weet even naam niet, maar echt een hele zichtbare, beroemde Zuid-Amerika geroemde vrouw, is gewoon vermoord. En een aantal van die environmentalists uit Zuid-Amerika, ik denk volgens mij eentje uit Chili, die is naar Marokko gegaan, naar Imider. En in Imider zijn ze al 7 jaar in protest. Daar hebben ze eigenlijk het water afgesloten voor een hele grote mining company. Ze hebben gezegd van, weet je wat, zo gaan we dood. Ja. En ze hebben de pijplijnen voor water hebben ze gewoon kapot gemaakt. Oh. En gezegd van, wij blijven hier. Het water is van ons. En ook Shell, don't forget. Gewoon hier in Nederland. Wat Shell in Nigeria heeft gedaan. Mm-hmm. En ook in Cameroen, hè? Nederland. Bedrijf als Coca-Cola, India. Ja. Nou, de list is endless. Nou, dat was even gezellig. Boycott everything. Boycott everything. Nou goed, ik ga dan nog even heel kort. Ik doe dan niet een shout-out, want de tijd gaat hard. En we willen heel graag met onze gasten praten. Maar ik heb wel een burn die ik jullie niet wil ontzeggen. Was het nou zaterdag, Ibiza? Stond het, gisteren stond dus een footnote van Arno Grunberg. En ja, met pijn in mijn hart moet ik zeggen, want hij heeft een hele mooie quote van mijn boek geschreven. Nog steeds, dank je wel daarvoor. Maar die footnote vond ik echt heel heftig. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Maar het eindigt in ieder geval met het gegoochel met collectieve identiteiten en begrippen als onschuld. En daarmee medeplichtigheid en schuld is gevaarlijk. Precies daar begint het fascisme. Laten we niet vergeten dat een van de pijlers van het nazisme de opvatting was dat Joodse onschuld niet bestaat, ook niet onder baby's. En dit is dus een dis, letterlijke dis, zo interpreteer ik het, naar Gloria Wekker en de vertaling van haar boek Witte Onschuld. Mm. En ik vind dit... Nou, ik ben hier echt emotioneel boos en ik vind het heel heftig. Want ten eerste, er zijn ook zwarte Joden, zoals ik bijvoorbeeld. Dat wordt altijd vergeten. Ik bedoel, mijn oma is ook omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En om een metafoor die gaat over een verschil in status te positioneren, op dezelfde gelijk te stellen aan zoiets gevaarlijks als een ideologie van, laten we niet vergeten, witte superioriteit, waarin alles wat niet wit was, minderwaardig was en mocht worden vermoord. Vergeet ook niet even alle Roma, Sinti's en zwarte mensen en alle mensen van kleur, Arabisch mensen, die werden vermoord vanwege witte superioriteit. En dat nu gelijk te stellen aan, inderdaad, voor alle duidelijkheid, een metafoor die een verschil in status, maatschappelijke, culturele, economische status illustreert.
Ik zit gewoon echt te trillen daarvan. Ja. Dat onze grootste Nederlandse intellectueel, zoals hij wordt genoemd, daarmee komt. Ja, ik vind dat... Wacht even hoor. Ja. Uitlaten. Ik vind dat echt heel erg heftig. En het is ook lui, want hij heeft het een jaar geleden heeft hij ook zoiets gedaan. Ik wil het niet te veel aandacht geven. Ja. Maar ik vind dat heel erg kwalijk en heftig. En het laat zo ontzettend zien, kennelijk, volgens mij, waar we het natuurlijk ook over gaan hebben, die woede die er is. Er is echt een speciale soort woede jegens als African people from African descent, West African descent of East African, in ieder geval bezuidende Sahara, als die voor zichzelf opkomen. Ja. Daar is een speciaal soort haat tegen. Ja. En dit is daar zo'n ontzettend voorbeeld van. En dat breekt helemaal mijn hart. En het grappige is, AUP heeft het boek van Gloria Wekker uitgegeven, de vertaling daarvan. En in hoofdstuk 6 gaat ze juist in op wat Arno Groenberg dus een jaar geleden heeft geschreven over dat onuitwisbare schuld. Ja. Hij is niet de enige. Iedereen vond dat zij dus riep dat wel een witte mensen een onuitwisbare schuld hebben. En ze legt in haar boek uit, hoofdstuk 6, pagina 246 en 247, lees het. Daarin legt ze uit dat ze dat niet bedoelt. En dat ze ook zegt dat het een rare reflex is wat nog meer reflectie nodig heeft. En ze zegt van, nou, she's not an expert in that. Ze heeft met mensen gesproken die daarover gaan. Maar wat je net zei, van dat rare woede, beschrijft ze wel. Ze zegt wel... Even voor alle duidelijkheid, ik heb de vertaling nog niet gelezen. Dus dat nieuwe hoofdstuk heb ik ook nog niet gelezen. Ze zegt, ook dergelijke suggesties zijn echter, en dat is belangrijk, symptomatisch voor de bestaande machtsverhoudingen. Exact. Het zijn witte mensen die de marges bepalen van en de voorwaarden voor wanneer bondgenootschap mogelijk en wenselijk is. In de receptie van het boek blijft de Pavloviaans en onproductieve schuldvraag een centrale struikelblok dat veel mensen verhindert zich echt met de inhoud van het boek bezig te houden. Ja. Enough said. Enough said, want zo gaat dat. Ja. Dus goed, dit is denk ik wel een goede hoe zeg je dat? Bruggetje. Bruggetje naar onze gasten. Onze gasten vandaag, voor mensen die halverwege in... Dat kan eigenlijk niet met een podcast, maar goed. Dat zijn Jessie Dabreu en Michel Essayas. Activisten, oprichters van de Black Archives. En ze doen ook eigenlijk echt gewoon heel veel dingen. Te veel gewoon heel veel. En we gaan op jullie proosten. Jullie zijn zulke fantastische mensen. Alsjeblieft. Dankjewel. Niet voor me. Ja. Heel erg blij dat jullie de tijd voor ons hebben gemaakt. Echt. In jullie mega drukke bestaan. Het is een eer om hier te zijn. Ja, precies. Zeker als derde man. Je bent inderdaad de derde man dat wij in uitzending hebben. Wat wij eigenlijk heel graag willen weten. Nee, eigenlijk Anousha, wat Anousha heel graag wil weten. Is hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Yes. En proost, lieve schatten. Cheers. Hoe kennen jullie elkaar? Hoe is het zo gekomen? Een van onze powerkoppels in Nederland. Is best wel interessant. Nou, ik heb dus op de VU gestudeerd. Culturele antropologie. En ik kwam gewoon... Volgens mij ik kan me nog heel goed herinneren. Het was 1 september. Toen kwam ik Mitchell tegen bij Anthropology of Religion. Toen had ik hem voor het eerst gezien. Maar natuurlijk, als je zeg maar zo'n collegezaal binnenloopt en je bent zwart, denk je bij jezelf, oké, we're all the black people. Want het is enorm wit. Het zijn best maar 1 of 2. Precies. Het is enorm wit op de universiteit. En toen zag ik Mitchell. Ik dacht van, dus one black person. En op een gegeven moment spraken we gewoon met elkaar. En toen gingen we chillen. Wat sloeg de vonk meteen over? Was het love at first sight? Nou, ik moet wel zeggen dat ik ben begonnen met bedrijfskunde en ik wilde iets heel anders doen. Eigenlijk onderzoek over sustainability, al die problemen die we net bespraken. En toen heb ik gewoon mezelf voor allerlei vakken ingeschreven, waaronder antropologie, ik wist niet wat dat was. En ik kwam daar terecht, zag Jess, ik dacht van, oh, interesting. En het was ook het begin van NUC. En we waren toen nog bezig met, oké, hoe gaan we het doen? Dus we gingen alles wat de studenten op de universiteit aanspreken met de enquête. Dus ik gebruikte dat gewoon als excuus om haar even te interviewen. En van het een kwam het ander. En een paar jaar later zitten we nog steeds hier. Hoe lang zijn jullie nu al samen ondertussen? Weet ik eigenlijk niet. Een jaar of 6, denk ik. We hadden het niet echt. We hadden het niet bij. Je viert het niet elk jaar. Nee.
We vieren het leven gewoon. Ja. Ja. Oh. Dan raak je ook gewoon de tel kwijt. Ja. Jij en ik wel, ja. Ja. Nou, geweldig. En hoe is, was het meteen ook, was NUC en daarin samenwerken, of in ieder geval jouw poging om inderdaad een netwerk voor studenten van kleur. Mm-hmm. Ja. Was dat ook meteen met een, had dat meteen al activisme ook op de achtergrond of niet? Of is dat ontstaan? Dat is wel grappig, omdat wij, die enquête waar ik het over had, het oorspronkelijke idee was niet om het NUC te noemen. Het oorspronkelijke idee was om het de Black Intellectual Gathering te noemen. Oh, en nice. BIG, ons motto was Think Big, Dream Big. En we gingen dus die enquête doen op de VU, HVA. En wat ik heel interessant vond was om te merken dat juist heel veel zwarte studenten zoiets hadden van moet dat wel, black, is het niet activistisch, gaan we onszelf niet isoleren. Oh, ja. Heel veel discussies gehad met heel veel mensen. En toen hebben we uiteindelijk een soort compromis gemaakt en daar is NUC uit ontstaan. Ja. Dus iets minder confronterend voor sommigen. Juist onze doelgroep. En daar ging het om. Maar in de kern nog steeds hetgeen wat wij wilden. Zwarte studenten van kleur bij elkaar brengen. En als ik terugkijk, dan hebben we gewoon gedaan wat wij voor ogen hadden. En het is zelfs groter geworden dan we hadden durven dromen. Nou, ik heb een andere versie. Ja. Maar is ook goed om te horen. Yes, kijk, ik ben ook dus bij de New Urban Collective. Ik ben nu bestuurslid, maar ik ben begonnen als vrijwilliger. Werd ik commissielid, een paar projecten opgezet. En nu sinds, ik denk een paar jaar, bestuurslid. Nu 2011 zijn we begonnen. En ik had het gevoel, denk ik, tenminste vanuit mijn perspectief, dat ik de universiteit binnenkwam. Dat je denkt dat een universiteitsdiploma jou zou beschermen tegen racisme. En met dat idee ging je ook bijvoorbeeld naar school. Kwam ik ook in een New Urban Collective, waar we ons heel erg bezig hielden met being young professionals also. En dat de arbeidsmarkt carrière maken, et cetera. En vechten. Precies, en dat het ons wel zou lukken. Ja, en uiteindelijk kom je toch steeds tegen dat statistieken en data daar niet naar uitwijst, dat er geen gelijke kansen zijn. Dus in dat opzicht heb ik dat anders ervaren. Dat we denken van in het begin waren we inderdaad echt bezig met de arbeidsmarkt. En weet je, die diploma, dan kom je er wel. En dan kom je erachter dat je er niet komt. En toen kwam nog 2011 met Quincy en Jerry. Toen zij dus gingen, ze stonden daar met de t-shirts, Zwarte Piet is racisme. En uiteindelijk werden ze toch bruut gearresteerd. In Amsterdam waren toen ook arrestaties, hè? Ja, inderdaad. In precies. En die dag daarna ook inderdaad. De dag daarna in Amsterdam. Ja. Kitty en wie nog meer waren er? Koenta was erbij. Dat ging inderdaad om de leden van ZPN. Maar dan kom je dus achter dat de realiteit gewoon anders eruit ziet. En nu zijn we dus nu in 2017, net van Dokkum. En voor mijn gevoel wordt het dus elk jaar gewoon een beetje raarder en vreemder. We zijn dus net een paar weken geleden weer terug van Dokkum. Ik heb dus naar gekeken en ik denk ook bij mezelf van, we dachten dat het een schoolreisje zou zijn, weet je? Net als à la Meppel. Leuk busje. Ja. Precies. Busje, we zijn begonnen in 2014 in Gouda. Toen zijn heel veel mensen gearresteerd. In 2015 zijn we naar Meppel geweest. Zaten we in een soort kooitje en dan gingen we vreedzaam demonstreren. Ik dacht dus à la Meppel gaan we daar naartoe, maar je ziet maar dat hoe de democratie zichzelf uitwijst. En dat je gewoon ziet dat de democratie anders eruit ziet voor mensen van kleur. Dus we begonnen inderdaad met arbeidsmarkt, educatie. En nu zijn we gewoon dat we denken, het gaat om institutioneel racisme. En dat een universiteitsdiploma of wat diploma je ook hebt, je niet zal redden. Ja. Maar dat is zo erg, want als je nou kijkt naar jullie studenten. Want ik ken jullie organisatie ook al lang. Ook al vanaf 2011 volgens mij. Voor het eerst heb ik contact met jullie gehad. En ook al in 2012 al iets gedaan. Mm-hmm. Waar zijn nu, kan je dan inderdaad, als je het hebt over invechten. Zijn er 3-4 studenten die je kan noemen? Ja, nou precies. Die zijn inderdaad toen en toen afgestudeerd. En die hebben nu inderdaad die flashy carrière die is beloofd. Want als je maar hard genoeg werkt en de juiste studie kiest. Dan ben je dan ook daar en daar over die paar jaar. Hebben jullie die? Ja, eigenlijk wel. En wat ik zelf dus heel interessant vind, inderdaad zoals Jesse aangaf, we begonnen een beetje met het idee van, weet je, als je hard werkt, netwerk opbouwt, dan kom je er wel, carrière maken, et cetera. Je moet net de juiste persoon kennen. Precies. En wat je wel ziet binnen ons netwerk is dat er ook gewoon mensen met verschillende visies en mentaliteiten zijn. Dus enerzijds heb je mensen die ook heel erg carrière gericht zijn. Dus ook zwarte mensen, studenten, professionals die zeggen van, moet je wel zoveel bezighouden met dat Zwarte Piet gedoe. Weet je wel, kan je niet beter gewoon richten op je carrière? Kijk, heb je diploma's? Iemand heeft letterlijk tegen mij gezegd, volgens mij de dag nadat wij een paar jaar geleden daar
op de Rozengracht een meeting hadden. Ja. Met Kick-Out Zwarte Piet, waar was je ook bij. Ze zeiden van, ja, je moet je niet bezighouden met Zwarte Piet. Hè. Jij zit in de Champions League. Zij spelen in de lagere divisie. Wow. Letterlijk. Ja. Iemand die ik ook best hoog had zitten. Maar ja, dus dat zie je ook binnen de zwarte gemeenschap. Van mensen die echt heel carrièregericht zijn. Mm-hmm. En mensen zoals ons die toch meer gericht zijn op social justice. En wij proberen ruimte te bieden voor verschillende perspectieven. Want ik denk ook dat het nodig is dat je mensen op bepaalde posities nodig hebt binnen maar allerlei sectoren. Maar zijn die er nu? Dus daar ben ik benieuwd naar. Dus 2011 en 2017 zijn er studenten van jullie die nu inderdaad gelijk hebben en dus op die positie zitten door je mond te houden en gewoon hard te werken? Ik er niet, in ieder geval. Jij kent ze niet? Nee, ik van mezelf niet. Ik heb een jaar gesolliciteerd. Ik heb 2 masters op mijn zak. Soms was het niet gelukt. Dus daar was 2 ik al... masters en geen... Nee. Ik had iets van 30 sollicitatiebrieven geschreven. Nee, niet uitgenodigd voor een gesprek? Wel uitgenodigd. En toen was het misschien 1 of 2 keer in de laatste ronde. Ja. En daarna ging het gewoon niet. Nee. En Mitchell, ken jij ze? Dus mensen inderdaad, wat jullie richten, die zijn ook op die positie. Ja, zeker. Die zijn ook goed op weg om carrière te maken. En die houden zich ook rustig. Die zijn ook niet die activistisch, houden zich zeg maar. Rustig. En soms zijn het ook mensen die zeggen van, weet je, ik sta achter jullie, maar vanwege mijn positie kan ik me niet te veel... Dat begrijp ik wel. Weet je, uiten. Ja. En daar heb ik ook respect voor. Ja. En ik heb zoiets van, ik doe mijn ding, doe jij jouw ding. Mag ons niet in de weg staan. En... Ja. Ik denk wel dat er een verschil is tussen... kijk, ik kan voor mijzelf zeggen dat ik altijd geluk heb gehad met sollicitaties. En dan noem ik het bewust geluk of dat ik na 1 gesprek of dat ik banen aangeboden krijg. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan of dat iemand dan institutioneel racisme mag gaan ontkennen. En ik denk dat daar erger mee ik het meest aan. Van ja, maar je moet niet. Je hebt het toch allemaal prima op een rijtje. Maak niet de regel. Ja, precies. Ja. En dat er als er studenten zijn die het bereiken en die het systeem heel goed kunnen naar hun hand kunnen spelen, dan zeg ik go for it. Maar om op die positie dan te ontkennen of er niet over willen hebben, want niet over willen hebben is zeg maar tussen aanhalingstekens neutraal zijn en neutraal zijn bestaat niet. Dus ik denk wel dat daar een hele heel groot verschil in zit. Absoluut. Ja, ik wil parallel trekken met how do you say it, with seksisme en hoe vrouwenongelijkheid. Ik bedoel, er zijn ook gewoon vrouwen die op een of andere manier op topposities belanden. Maar omdat vrouwen topposities hebben bereikt, betekent niet dat seksisme niet bestaat. Of precies. Dat there's equality in salary. Het systeem is nog steeds fucked up. En it's the same with institutionalized racism. Omdat er een aantal zwarte mensen zijn op hoge posities, betekent niet dat het ineens de wereld... En ik denk dat er zijn mensen die dat niet willen inzien, want... Het is ook zelfbescherming, denk ik. Het is zelfbescherming. Ja. Deels is het zelfbescherming en overlevingsmechanisme. Maar mijn issue is, if you've made it, all power to you, all props to you. Maar ga niet anderen aanvallen of afvallen. Ja. Het is niet nodig om mensen die dat niet dezelfde wegen willen bewandelen. Ja, want er zijn daar heel veel verschillende manieren voor. Als je die positie hebt bereikt. Ik bedoel, net als wat Mitchell zei, respect. Dan respecteer ik dat je niet op de voorkant van met een spandoek. Mm-hmm. Maar wat je wel kan doen is andere... support ook op de achtergrond. Ja, zwarte jongeren supporten op de achtergrond van... Hey, misschien kan ik ergens een goed woordje voor je doen. Om een voorbeeld te geven. Mensen in ons netwerk die juridisch achtergrond hebben. De advocatuur zitten. En vanuit die positie niet heel expliciet op de barricades kunnen staan. Daar heb ik respect voor. Maar ze kunnen wel vanuit hun expertise ons juridisch advies geven over wat voor stappen we kunnen nemen. Gebeurt dat ook? Dat gebeurt. Ja, oh mooi. Mensen die in de vastgoed zitten, die ook advies en expertise met ons delen. Weet je, dat hebben we ook nodig. Om onszelf verder te brengen, om onszelf te ontwikkelen. Dus een oproep bij deze. Om daar ook op die manier kan je ook supporten. Om daar even terug te kijken. Het kost natuurlijk heel veel, hè, activisme. Zoals jij, Mitchell, je zei het laatst ook heel mooi. Er is geen CAO voor activisten. Het is niet iets waar je betaald voor krijgt. Het is niet eens iets waar je credits voor krijgt. En je doet het naast je baan, naast je studie, naast je gezin. Naast het overleven. Ja. Nu is het ook gevaarlijk. Want jullie zijn dus Dick Schoof van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die was vandaag zondag 3 december, als we dit opnemen, was hij bij het televisieprogramma WNL. En hij suggereert dus dat er een grote kans is dat Kick-Out Zwarte Piet, KOZP, een extremistische terreurorganisatie wordt.
wordt. Ook vind ik ook zo grappig. Dus hij kan in de toekomst kijken. En het moet in de gaten gehouden worden. En het blijkt dat hij dus heeft gezegd. Ik heb de uitzending niet gezien. Maar natuurlijk wel via WhatsApp met mensen contact gehad. Dat ja, nee, want er dit soort groeperingen zijn in het buitenland wel eens gewelddadig. Of kunnen wel eens gewelddadig worden. En omdat dat wel eens kan gebeuren ergens anders in een toekomst wellicht. Zou dat misschien wellicht ook toevallig heel erg misschien hier kunnen gebeuren bij KOZB. Ja, wat is dit? Want dit is zo framend, ja, gewoon gevaarlijk. Hoe? Aan de ene kant is het heel bizar en verrassend. Aan de andere kant, als je kijkt naar de geschiedenis van zwarte activistische groepen, emancipatiebewegingen, dan is het niks nieuws. Mm-hmm. Je ziet het bij bijvoorbeeld de Civil Rights Movement. Ja. Malcolm X, de Black Panthers, werden allemaal geframed, gecriminaliseerd als terroristische of radicale bewegingen. Zelfs Nelson Mandela stond tot in de jaren 90. 2008. Op een lijst als terrorist. Dus aan de ene kant zie ik het ook als een compliment. Maar goed, Nelson Mandela was ook een part van een gewapende tak van het verzet. Ik bedoel, begrijpelijkerwijs. Jullie hebben niet... Nee, dat is niet. Een tot groep vrijwilligers, mensen die naast werk studie doen. Ja. Die op altijd op vreedzame manier in overleg met autoriteiten proberen vreedzaam te protesteren tegen een racistische karikatuur. Dus het is toch heel iets anders? Ja, klopt. En daardoor zie je dat een patroon wordt herhaald waarin zwarte mensen die opkomen voor hun rechten, mensenrechten, burgerrechten, tegen racisme, voor gelijkheid, worden gecriminaliseerd om geweld vanuit de staat of controle en repressie vanuit de staat te legitimeren. Ja. Ja, dus ik denk dat dit een voorbode is voor mogelijke maatregelen die de komende jaren genomen zouden kunnen worden. Dus dat er zeg maar maatregelen genomen kunnen worden omdat Kick-Out Zwarte Piet bijvoorbeeld niet meer vreedzaam mag demonstreren ergens? Ik denk het zelfs nog erger. Ik ben bang van wat zijn de gevolgen van zo'n uitspraak van zo'n rapport op onze eigen veiligheid en leven. Wat wil men hier legitimiseren? Ja, precies. En kan je daar verder over? Waar vrees jij voor? Wat Mitchell precies zegt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de arrestatie van Jerry Afrije in 2014 in Gouda. Ja. Waar extreem geweld werd gebruikt. En dat alsnog werd gezien, dat terwijl hij vecht voor zijn leven, dat werd gezien als verzet. En volgens mij zei hij heel erg mooi in een van die rechtszaken over... hij bracht de zaak van Mitch Henriquez naar voren. Van, weet je, wat zou Mitch Henriquez vandaag de dag nog hebben gezegd als hij nu nog leefde? Gewoon het idee dat zo'n rapport eigenlijk voor mijn gevoel mijn veiligheid en misschien mijn leven in gevaar kan brengen. Want wat wil jij hiermee, legitimeren? Ja. En vooral als Mitch nu praat over staatscontrole en repressie, vind ik dat heel erg eng. Maar dat is toch echt heel eng. Wat ik ook heel bijzonder vind is dat het wordt gezien als extremistische terreurorganisatie. Mogelijk, ook suggereren dat het één organisatie is met een bestuursstructuur waar you have leaders. En dat is het niet. Het is echt gewoon elke keer weer is het een coalition of the willing. Ja. Verschillende mensen uit verschillende lagen van de samenleving komen bij elkaar tijdens demonstraties om tegen racisme te protesteren. Dus het is het idee dat het ook als één organisatie wordt gezien, is vind ik gewoon best wel beangstigend. Want... Heel beangstigend, nee, maar sterker nog, gewoon ook al inkleden, ja, zou kunnen worden. Ja, ja. Precies. Jullie zeiden het niet, maar het wel zou wel kunnen. Dus moeten we dit of dat doen. En wat ik dus ook maar wat betekent dat voor jullie toekomst nu? Want dit is heel zorgelijk. Nou, wat ik dus ook heel gevaarlijk vind, is dat dit wellicht gebruikt kan worden. Ja, wij worden heel veel geprovoceerd. Ja. We waren gisteren in Dokkum en daar zie je altijd van die pro-pieten die dingen lopen te roepen, pepernoten gooien. En het is eigenlijk een wonder dat de afgelopen 5 jaar... dat er vanuit ons nooit geweld is gebruikt. Ter zelfverdediging. Ja? Als je wordt geduwd, geslagen, dat we toch kalm blijven. En stel dat er één persoon zijn kalmte verliest en misschien één tikje teruggeeft, kan dat alleen al gebruikt worden om geweld tegen de hele groep, de hele beweging te legitimeren. Ja. En preventieve zogenaamde veiligheidsmaatregelen te gebruiken. Ja. Dat bij wijze van spreken wij
op de dag van de intocht, voordat het überhaupt plaatsvindt, al worden gearresteerd als preventieve maatregel. Zo ver kan het denk ik gaan. Maar dat is precies wat in, hè, mijn moeder komt uit Rusland. Hè, ik ben in Rusland geboren. Wat in Rusland gewoon gebeurt met wetboek in de hand. Mm-hmm. Maatregelen treffen van tevoren, mensen oppakken, monddood maken. Precies. Zowel journalisten als activisten, als kunstenaars. En op een legitieme, wettelijke manier. Ja, en dit is ook gewoon wat Mitchell, wat jullie allebei zeiden. Dit is history again. Zo gaat het dus heel vaak. Het wordt eerst er gekeken van how does this become law? Hoe kunnen we dit? Hoe kan dit backed up worden, onderbouwd worden vanuit de wet? Want als we het hebben over die onderliggende woede, waar dat vandaan komt, is omdat je de vinger op een hele zere plek legt. En dat is white supremacy in Nederland en globaal. Dus hoe meer je daar aan gaat zitten en pushen. Dan bijvoorbeeld dat we vorig jaar dachten van nou, dat wat in Maasluis is gebeurd zal nu echt niet meer gebeuren. ik zie het in die zin van hoe meer er wordt gepusht, hoe groter de groep wordt. Want eerst was het een aantal jaar geleden waren het toch gewoon een paar gekke mensen, weet je, die moeilijk deden over Zwarte Piet. Nou, je ziet een klein beetje de boel veranderen. Nou, een klein beetje heb ik het echt eigenlijk alleen maar over Amsterdam. Want ik heb in Rotterdam, Leiden, Den Haag heb ik volledige Zwarte Pieten gezien. In Amsterdam ook hoor, twee bakkerijen. Waar de officiële intocht is daar helemaal, was Abu Talib gewoon met een Zwarte Piet. Maar ze zijn het wel aan het afbouwen. In heel veel steden. Maar dat is wel de bedoeling dat het verandert. En ook in zowel in noorden van Nederland, laten we niet vergeten, als in Limburg, in kleine plaatsjes, waren er ook al intochten met roetvegen. Het is niet alleen maar provincie. En dat heeft volgens mij meer te maken met individuen die op dat moment een keus maken. In plaats van dat je journalisten, dat je zogenaamde intellectuelen hebt die activisten op enige manier in een artikel wat dan ook in bescherming maar nemen. Maar dat is wat er gebeurt. Er wordt gelijk getrokken, dus inderdaad geweld. Geweld wordt gelijk getrokken. Hè? Dus een school binnendringen, roepen, ga terug naar eigen land. Ja. Wordt gelijk getrokken met een ludieke actie als 's nachts een deur dichtlijmen. Ja. Dat is niet hetzelfde. Ja. Ja. En inderdaad hetzelfde als in die, dan ga ik toch weer terug naar die fijne voetnoot, is ook niet, je kan dit niet met elkaar vergelijken. Precies. Een metafoor die je gelijk, die ongelijkwaardigheid laat zien, kun je niet gelijk trekken met een systeem waarin miljoenen mensen zijn vermoord wegens, hè, om wit te verdedigen. Dat is niet, ik vind het, ik blijf die lui, nou, jij noemt het altijd de intellectual wasteland, intellectual laziness. Ja. Maar dat is dus eigenlijk allemaal onderdrukking. Ja. Laten we wel wezen. Absoluut. Ja, want ook, als ik me goed kan herinneren, 2 jaar geleden toen Jerry werd gearresteerd, was er op een gegeven moment, I think, een statement gekomen vanuit de politie, hoe ze dan, how they framed it was like de manier, omdat je zwart was, een bepaalde kledij droeg, was je gevaarlijk. Negroïde uiterlijk. En links georiënteerd. Links georiënteerd, petjes, zwart. Ja, en ook als je dus als je iets zwarts draagt, the little black dress. If you're a black person and you're a little black dress, dan ben je bij wijze van spreken een mogelijke terrorist. En je bent militant. En je bent, er worden rare, onderdrukkende parallellen. Maar ook beschrijvingen gebruikt om, als je zwart bent, dan ben je per definitie gevaarlijk. Exact. Maar dat is toch ook een heel oud. Ja, het is een heel oud principe. Ja, principe. Ja. Maar het herhaalt zich elke keer weer. Want bedoel, wat is een militant uitzien? Wat zijn de kleuren van militairen? Groen. For fuck's sake. Om te nemen. Gisteren waren we dus terug naar Dokkum. Deze keer hebben we Dokkum gelukkig bereikt. En hoe? Het was op een goede manier. Nou, Gideon die gaf een speech en stonden een paar jongens om hem heen. Enkel hadden een zwart beretje op. En dan zie je op Twitter een persoon als Siewert van der Linde en ook in een aantal opiniestukken, artikelen. Daarnaast stonden er heel militant bij in Black Panther, petjes. Die gewelddadige terroristische groep. Ja, en dat kan je dan zien als, weet je, mensen die maar een domme mening delen. Maar daarmee, weet je, creëer je toch wel een soort narratief en retoriek. Precies. Die heel veel mensen als waarheid aannemen. Die vervolgens die repressieve maatregelen legitimeren. Ja, absoluut. En dat vind ik het gevaar van de media en dat soort opinie. Maar zelfs activisten hebben dat gedaan. Er zijn bepaalde activisten, inmiddels ex-activist, nu Kamerlid Zini Özdil. Heeft ook in zijn boek Nederland, mijn vaderland, heeft hij een stukje geschreven waarin hij
waarin hij zegt, hij steunt het allemaal wel, maar waarom moeten ze er zo militant uitzien? Heeft hij gezegd, I remember. Mm-hmm. Dus dit is, het is een heel rare manier van blackness weer te criminaliseren. Ik vergeet dat dit al is gebeurd, hè? De, wat Mitchell hier naast me vertelt. Want als we kijken naar de arrestaties vorig jaar in Rotterdam, werd behoorlijk veel politiegeweld gebruikt. Ja, maar Sluis is niet gehaald. In Rotterdam moesten jullie eruit, uit de bussen gehaald, geslept letterlijk. Precies, dus eigenlijk is het al gewoon al realiteit geworden dat dat geweld al gelegitimeerd wordt. Mm-hmm. Ja. Wat is nu de volgende? Wat moet er gebeuren volgens jullie? Waar gaan we nu naartoe? Wauw. Om heel eerlijk te zijn, vanochtend stelde iemand de vraag van, hè, maar waarop is dit gebaseerd? En toen antwoordde ik van, waarop is wat gebaseerd? Het dreigingsbeleid van terrorisme inderdaad. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Ja, precies. Het is gewoon gebaseerd op gewoon angst en de angst dat we op dit moment de macht moeten herverdelen. En ik denk dat dit gewoon een heel mooi moment is om te laten zien dat we Nederland een spiegel voorhouden, dat de democratie helemaal geen democratie is voor alle mensen hier in het land. Dus aan de ene kant, ja, we moeten hier ook doorheen. Ik ben ook, ja, ik probeer ook mijn angst te bedrukken, want je moet gewoon moedig zijn op dat moment. Maar aan de positieve kant, als ik kijk bijvoorbeeld naar Malcolm X, Angela Davis, waren ook allemaal gearresteerd, ook meegenomen met de terroristische lijst. Maar, maar Malcolm X is wel vermoord. Inderdaad, dat is heel heftig. Ja, Nelson, en, ik bedoel, hoe heet hij? Martin Luther King is vermoord. Inderdaad. En dat is de angstjagende hiervan. Zoals ik al eerder vertelde. Wat is een effect van zo'n rapport op het leven van mensen die sociale verandering opeisen? Ja. Een nieuwe democratie opeisen, dan het oude. Dus ik probeer gewoon moedig te zijn hierin. En, is jullie familie niet ontzettend bezorgd? Ik bedoel, als ik jullie ouders was, dan ik zou echt heel bezorgd zijn. Mijn vader stuurde me eergisteren nog een appje vanuit Suriname van, hey, wees voorzichtig. Net zoals hij is heel kort. Hey, wees voorzichtig. Oké, pa. En mijn moeder ook wel een beetje. Maar aan de andere kant, zij is ook heel trots. Nee, ook, dus... maar ook in jouw ouders, Jessie? Ik heb mijn moeder, bij de eerste keer dat ik naar een demo ging, was in 2014 in Gouda. Toen had ik er niet verteld. Dat ik gezegd, ik ga naar een meeting. Want ik ga altijd naar meetings. Ik ben echt 24 uur bezig. En toen had ik gezegd, ik ga naar een meeting. Dat had ik het niet verteld. Maar ze heeft het nu wel geaccepteerd dat ik dit wil doen. En het gevoel van, dit moet je ook doen. Dus ze, ja. Mooi. Ja. Ik vind het wel echt heel belangrijk dat we dit gesprek ook in die ernst hebben besproken. Want we zijn vooral daar helemaal voorbij. We zijn niet meer van, oh, oké, nee, we gaan het leuk hebben over waarom het... uitleggen, de ABC uitleggen waarom Zwarte Piet racistisch is of wat dan ook. Ja. Er is hier duidelijk een aanval op mensenrechten van een bepaalde groep hier in Nederland. Ja. En als dat niet in die ernst wordt besproken, dat mensen gewoon in elkaar worden geslagen, doodgaan, in gevangenis worden gezet. En belangrijk te vermelden dat het van alle kanten komt. Dus je hebt repressie inderdaad vanuit overheidswegen. Mm-hmm. Er is ontzettende repressie ook vanuit intellectuele wegen. Mm-hmm. Columnisten, journalisten, media, televisie. Jullie hebben gezien hoe ik ook ben behandeld bij De Wereld Draait Door. Dat was nou niet echt dat je denkt, warm open gesprek, waarin er heel veel ruimte was, ook voor mij als enige persoon daar van kleur in die hele studio, om een punt te maken. Ik moest vechten om, natuurlijk ben ik dan drammerig, maar goed, je was helemaal nee, maar dat wordt dus weer weggezet. Zit alleen maar de boek te verkopen. Ja, zal wel, maar ik wilde gewoon een punt maken. Maar je zag hoe moeilijk in dat programma, terwijl de bedoeling was neutraal, we gaan met elkaar in gesprek, hoe moeilijk het was om daar dat punt te maken. Ja. En dat is daarom belangrijk dat we het hier over hebben. Dat gebeurt van alle kanten. Er is net een moeder die dus inderdaad wordt gedwongen om haar kind naar school te laten gaan. Op 5 december. Op 5 december. Die dat dus weigert uit principiële overwegingen. En anders schooltoestand. De leerplichtambtenaar. Krijgt ze gewoon boetes of gedoe of gezeik als zij haar kind niet naar school laat gaan. Of ze moet met een doktersverklaring. Dan moet ze die dag naar de huisarts met haar kind. En dan moet de huisarts die dag zeggen, ja, het is echt ziek. Dit is echt heel jammer, want deze verhalen kwamen ook naar voren. In 2013, 2014 waren ook inderdaad moeders. Toen werden gedreigd met leerplichtambtenaren en met boetes. Maar zoals je net vertelde, Anousha, is dat het komt van alle kanten. Alle kanten. En als je kijkt, dus 2011, Zwarte Piet is racisme. Ik zou eraan willen toevoegen, Zwarte Piet is institutioneel racisme. White supremacy. Ja. Precies, want Zwarte Piet is niet, het gaat niet louter om Zwarte Piet. Het is symbool dat zoveel openmaakt om te laten zien dat je racisme in dit land niet kan aankaarten en dat er wel geweld zou worden gebruikt om dat te onderdrukken. Ja, dat is heel belangrijk. Exact.
Hey, ik wil graag dit deel afronden van het gesprek, want dit is heel heftig. En ja, ik weet niet, ik heb echt gewoon echt een soort koude kippenvel als ik denk aan de toekomst. Het is best wel beangstigend. Het is echt beangstigend. Fysiek beangstigend om zwart te zijn in Nederland van nu. Ja. Van waar mensen als Thierry Baudet en PVV en dat soort dingen gewoon in de regering zijn. Het N-woord wordt gewoon genoemd tijdens het kabinetsoverleg. Ja. Mensen worden opgezocht thuis door mensen in blackface. Ja. Ik hoorde ook van een activist, er is ingebroken bij hem thuis. Hij was, ik ga geen naam noemen, bij Dokkum 2.0. En er is iets van een symbool achtergelaten op zijn bed. Oh. Wow. Ik hoop echt dat het meevalt, dat het niet is. Ik weet niet, we hebben hier nu geen internet. Dus anders heb ik het er nog wel even over in de nieuwsbrief, maar deze keer echt. Maar dat gaat echt heel erg ver. Nou, misschien nog één klein ding, ja. Om toch nog even te benadrukken. Want we doen er vaak een beetje lacherig over en laconiek. Maar als je echt stilstaat bij wat er allemaal is gebeurd. Hè? Dat een snelweg is geblokkeerd. 2 mensen hebben een hersenschudding gekregen vanwege die blokkade. Nou, gisteren zijn we teruggegaan naar Dokkum. 10 bussen mobiele eenheid. 11 motoragenten. Meer dan 100 agenten die moesten worden ingezet. Alleen omdat een groep mensen hun mening wilden uiten. Dat alleen al laat zien hoe diep dit gaat, denk ik. Ja. Dus ik wil nog iets toevoegen. Denk daar maar even over na. Want het gaat niet alleen om vrijheid van meningsuiting. Het gaat ook om dat racisme, discriminatie is geen mening. Het is een realiteit. Ja. Ja. En dat we dat niet vergeten. Ja, laten we dat alsjeblieft niet vergeten. En ook voor alle duidelijkheid nog een keer. Zwarte Piet is racisme. Betekent heel iets anders dan iedereen die ooit Zwarte Piet leuk heeft gevonden. Of het misschien nu nog vindt, omdat hij de kennis niet heeft. Is een hardcore racist. Ook dat, ik word daar zo gek van dat je dat ook aan intelligente. Dus mensen die dan letterlijk zeggen. Oh, dus ik ben nu een racist. Nee. Nou, het gaat niet om jou. Het gaat ook niet om jou. Maar dat is ook niet wat er staat. Dat is ook niet wat het statement zegt. Mm-hmm. Toch? Ja, het is echt. Het is gewoon. Ik weet niet of het nou moedwillig niet willen begrijpen of ook Elise echt grijpen naar ik haar weet hoofd. Het niet. Ja, ik grijp naar mijn hoofd. Ik wil eigenlijk een facepalm doen. Maar ook gewoon of begrijp niet. Ja, anyway, nee. Let's move on. Ja. Laten we. Nou, leden we misschien toch nog ter afsluiting dan. Ik was dus in Vlaanderen met mijn boek. En daar is er nog minder narratief vanuit zwart perspectief. Hè? Ja. Er zijn minder zwarte mensen, minder mondig. Of althans, er is nog minder ruimte dat voor. Dat komt nog, hè? Daar zijn we hard mee bezig. En toen zei dus inderdaad een meisje tegen mijn jong meisje. Die zei, weet je wat het is? Ze zijn hier, witte mensen, zijn echt gewoon niet gewend dat er gewoon een mondige, zwarte, gewoon vrouw zit die inderdaad iemand niet laat uitpraten en haar punt maakt en inhoudelijk ook gewoon, zeg maar, gelijk heeft en dan ook gewoon zegt, nee, klopt niet wat je zegt. Mensen zijn echt in shock daarvan. Precies. En kan je nagaan een beweging die inderdaad een geliefde traditie van 1000, we geloven ongeveer 1000 jaar oud, een kinderfeestje aanpakt om legitieme reden, los daarvan, maar dat wekt, zoals je ziet in zo'n stukje van Anne Groenberg, de haat is woede. Woede. Mijn vader zei het al. Don't live among white people. Je wordt heel ongelukkig oud, zei mijn vader altijd. Oké, nu naar iets heel anders. Hier iets heel erg tofs. Vorige week, zaterdag, was de opening van jullie expo Zwart en Revolutionair. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Ja, ik zal even eerst beginnen met de Black Argives. Want de Black Argives is een jaar geleden gestart met het idee van... we praten heel veel over sociale vraagstukken. En er is geen literatuur of bijvoorbeeld over slavernijverleden of het koloniale verleden. En dat willen we gewoon publiekelijk toegankelijk maken. Om te laten zien dat er wel heel veel over is geschreven. En dat de Nederlandse context. In de Nederlandse context, inderdaad. Dus de Black Argives is een van de eerste historische archieven waarbij dat onderwerpen bespreekt zoals ras, kolonialisme, het slavernijverleden, maar ook het verzet ertegen voornamelijk. Dat vind ik heel belangrijk om dat te mededelen. Zo zijn we begonnen met de startcollectie van Waldo Heilbron. Waldo Heilbron was een socioloog van sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed kritische analyse naar het Nederlands slavernijverleden. Hij is helaas in 2009 overleden, maar had een heleboel boeken nog over. En in de New Urban Collective zijn we dus Chemo en Miguel Heilbron tegengekomen. En we kwamen op een spontaan idee. We kwamen dus inderdaad op een spontaan idee om om een bibliotheek te starten. En zo zijn we dus begonnen in 2015. Helaas moesten we daar vertrekken uit Amsterdam-Noord, waar we dus eerst waren gestart. En kwamen terecht in het gebouw van Vereniging Ons Suriname, waar we een grotere schatkamer vonden van historische archiefstukken, artefacten.
baby geboren is. 之后呢换了在哺乳生出来的时候呢就帮你的那例如做什么呢 Lisa is moe na de geboorte van haar kind. Lisa let zou hoe koei laat zijn bij het zichou. Gelukkig is, komt er een vrouw van kraamzorg. Hoe zullen zij het haar houden zouden dat je aan de pan houdt. Kom voor zo'n melle. Zij zorgt voor het eten en de schoonmaak. Hoe zo'n pan houden, zie je laat mij tinkiet ga. Haak wel uit de bevalling. De bevalling. Zij zijn bibira. De bevalling is het moment dat de vrouw een kind krijgt. De bevalling ging heel goed. In 2 uur was de baby er. Dat er dus heel veel bijzonder materialen, letterlijk verborgen geschiedenis, waaronder dus een collectie boeken en documenten van Hermina en Otto Huiswoud, die dus twee zwarte twee zwarte revolutionairen waren. Otto uit Suriname. Bar couple. Een koppel, inderdaad. Zeker. Die zijn geboren Otto in Suriname, Hermie in Brits-Guyana en uiteindelijk via een hele omweg New York, Moskou, Jamaica in Amsterdam zijn beland. Ze hebben elkaar in Amerika leren kennen. Klopt, in Harlem. Ja, in Harlem. Mm-hmm. Ook één ding wat ik wel eventjes aan wil toevoegen, wat ik echt heel erg blij van werd. Jij, you had her, you have to go, Anousha, because of your communist background. Otto was, hier staat, hij was de enige zwarte oprichter van de communistische partij van de VS. Ja. Ik had geen idee. Ja. Die bestaat nog steeds. Ja. Zeker. Ik heb een keer documentaire. Die komen dan nog steeds bij elkaar. Gewoon echt soort van half underground. Ja. En dan gaan ze zo de internationale scene. En tot wanneer kunnen mensen naar de expo? Tot eind februari. En wat laat de expo allemaal zien? Dus hun levensverhaal, hun werk? Ja, het begint eigenlijk inderdaad over de tijd. Kijk. Het activisme waar we nu over praten kan je niet loszien van een bepaald verleden. Vaak is dat slavernij of koloniaal verleden. Dus het begint inderdaad in die jaren hoe dat activisme is aangewakkerd. En over hun reis. Dus ze waren geboren in Suriname en Brits-Guyana. Otto was geboren in Suriname. Hermine is geboren in Brits-Guyana. Hebben elkaar ontmoet in de VS. Ze kwamen daar in aanraking met socialistische en communistische ideeën. Otto, daar kan Mitch wat meer over vertellen. Maar Hermina, die ontmoette Otto. Is eigenlijk een heel. Ik heb het niet expliciet eigenlijk verteld in de expo. Mitchell en ik hebben de expo geschreven. Ik heb dat liefste verhaal heb ik een beetje achterwege gelaten. Ja. Ik dacht, ik laat het voor een ander mooi moment. Maar ze hebben elkaar daar ontmoet. En dat vertelt eigenlijk over hoe het activisme, hoe ze elkaar hebben ontmoet en hun activisme aanwakkerden. En hoe ze samen de hele wereld reisden om eigenlijk een internationale verzet te creëren. En dat is een reis dat gaat van de New York naar Moskou, naar Jamaica, naar Amsterdam, Hamburg, et cetera. En hebben ze nog kinderen? Is er nageslacht die weten over deze expo? Of die hier zijn, die betrokken zijn? Nee, ze hebben zelf geen kinderen. Maar wat ik wel heel tof vond, was dat iemand zich had aangemeld voor de opening vorige week. En toen de naam Huiswoud. En dat bleek dus een achterneef van Otto te zijn. En toen had ik de foto's gepost. En toen had iemand gereageerd en dat bleek ook een achterlicht van Otto te zijn. Dus er is familie en daar gaan we binnenkort ook contact mee leggen. Dus er zijn wel wat nakomelingen en familie. Maar wat ik zelf heel mooi, het zijn heel veel mooie aspecten aan het verhaal. Een van de mooiste aspecten van het verhaal vind ik het internationale aspect. Je vroeg net van oké, waar moeten we heen, waar gaan we heen? En ik denk dat een van de belangrijke stappen die we moeten nemen vanuit de anti-zwarte beatbeweging, is om toch wel een bredere coalitie te bouwen en ook een breder narratief. Hè? Dat het niet gaat alleen om Zwarte Piet en racisme, maar om white supremacy, neocolonialisme, hè, waar we het net over hadden, sustainability, al die uitdagingen. Want
wat zij heel goed deden, vind ik, was dat ze in de jaren 40, 50 al vanuit de vereniging On Suriname zich niet alleen richtte op Suriname, maar echt een heel pan-Afrikaans perspectief hadden. Dus zich ook druk maakte over wat er op het continent gebeurde. In Marokko, in Tunesië, Zuid-Afrika. Maar zelfs ook in de andere voormalige kolonies, Indonesië, in verschillende delen van de wereld. En ook coalities bouwden met verschillende onderdrukte volkeren. En dat doen we denk ik nu nog te weinig. Ja want daar gaan we dus volgens jou naartoe. Want even de dan moeten we hopelijk wat ik zag, wat ik echt super tof vond, wat ik ook tegen jou zei, van daar moeten we even misschien iets meer over gaan schrijven of praten of iets anders over doen, is dat bijvoorbeeld de well-known thinker en intellectual W.E.B. Du Bois. Mm-hmm. Yeah. Het is niet Du Bois is Frans, maar het is Du Bois. Amerikanen zeggen Du Bois. Die was in 1958 heeft die vereniging On Suriname bezocht. Hij was gewoon in Nederland. Wow. Yeah. Dus there was, back in the days, er was al contact tussen de civil rights movement in Amerika en civil rights movement in Nederland. Terwijl Suriname nog eigenlijk een kolonie was. Mm-hmm. En heel vaak wordt tegenwoordig black people verweten dat wij Amerikaanse ideologieën importeren. Alsof dat, alsof die wisselwerking en uitwisseling van gedachten al niet bestond. Het is... En niet mag zijn. Ik bedoel, gebruik het woord manager. Ook... Vind ik dat zo leuk. Van, dus manager, multinational, het mag allemaal sustainability. Nee, maar ook, there was an international movement of black thinkers. Paul Gilroy heeft een boek over geschreven. The Black Atlantic. Ja, The Black Atlantic. Als je dat concept gewoon even... Ja. Ik kan het niet uitleggen, want het is echt heel ingewikkeld om uit te leggen. Maar het hele idee van... There was always the Black Atlantic, as in North America and Europe. Black people, there was altijd... Uitwisseling geweest van gedachten ideeën, en ideeën om samen... Maar dat weet niemand. Ik bedoel, dit wordt niet benoemd, wordt niet erkend. Ja. Daar gaat het nooit over. Nee. Daarom dacht ik van het feit, het feit dat hij toen al in Nederland was... Daar zou iets meer over verteld kan worden. Of, want heel veel mensen kennen en weten niet wie die nou, dus jullie, is. Jullie hebben druk, maar nog ontzettend veel genoeg. Als jullie dat zouden kunnen doen, zou al heel fijn zijn. Ik wil nog even kort wat zeggen. Want in de expo kan je dus inderdaad het verhaal zien van Hermine en Otte Huiswoud. Maar je ziet ook archiefstukken van de Black Archives. Dat die thema's, dat met thema's die met elkaar verbonden zijn. Maar ook inderdaad hun persoonlijke boekencollectie, die zitten ook daarin. Wauw. Maar ook heel bijzonder, want Mitchell en ik hebben een academische achtergrond. Maar we hebben dit keer samengewerkt met de kunstwereld. Dus bijvoorbeeld met Brian Elstak, met Iris Kensmil en Raoul Balai. Die ook hun art laten zien tijdens de expositie. Prachtig. Dus het is te zien, de Vereniging On Suriname. Ja. Dat is de Zeeburgerdijk Zeeburgerdijk nummer 19. Bij de molen. En dan kan je elke dag, ook in het weekend, wat zijn de tijden dat je naartoe kan? Van vrijdag tot zondag van 12 tot 6. Vrijdag tot met zondag van 12 tot 6. En op afspraak, dus je kan ook bijvoorbeeld een klas of met een klas, groep. Met een groep, met je familie. En tot wanneer is de expositie? Tot eind februari. En dat zetten we allemaal in de nieuwsbrief. Echt waar. We beloven het van alles met de nieuwsbrief. Nou, lieve schatten, het is zo fantastisch dat jullie hier zijn. Zulke mooie verhalen. We gaan hier natuurlijk nog veel meer over praten. Ook in ons op onze nieuwsbrief. En hou jullie websites en alles in de gaten. Maar het is zoals altijd aan het einde van de uitzending nu tijd voor de DDD's. Weet jullie wat de DDD's zijn? Ik heb wel geluisterd de laatste keer. Trick question. Luisteren jullie wel naar Dipsaus? Oh my god. Oké, de triple D's zijn dansen, drinken en dipsausen. En dipsausen betekent wat wij doen met Saada, Arzu. Wij praten non-stop met elkaar op WhatsApp. Wij sturen een hele lange, intieme voice messages. Foto's, make-up tips. Of inderdaad, staat dit wel of niet? Ben ik afgevallen, aangekomen? Ik bedoel, alles delen we met elkaar. Alles. En ook heel veel van... Oh, hebben jullie gehoord dat ook die Grunberg een platonische... Dat zegt hij zelf. Een platonische... Okay. Arnon Grunberg heeft nu een platonische relatie met zijn vriendin. Nee, met zijn... Overigens had ik mijn vriendin recentelijk voorgesteld de relatie platonisch voor te zetten. Want de mens moet soms ook aan eigen lichaam ontstijgen. En dan kunnen wij er in de Dipsaus app heel erg om lachen. Maar jullie moeten dus kiezen. Jullie mogen samen. Want jullie moeten samen, want we hebben twee gasten. Mm. Nummer 1 is Meghan. Meghan Markle, de nieuwe British princess. Oh ja. To be. Princess to be, of althans Duchess. Ze gaat trouwen met Harry, Prince Harry.
Dan Karen, zo. Weet je niet wie het is? Ik ben echt uitgecheckt van social media. Ook van de roddelmedia. Echt alles. Oké, zij is een Amerikaanse actrice. Zij is van gemengde komaf. Mixed race. Suits is, haar moeder is African American. Haar vader is wit Amerikaans, zeg maar. En zij gaat trouwen. Ze is de verloofde nu van Prins Harry. Oh, werkelijk? Ja. En zij is ouder en gescheiden. Dus Ze is ouder dan hem. Het is ook gewoon nog erger dan Diana. Heel veel witte Engelsen worden helemaal gek daarom. Precies. En toen ze net met elkaar... ze gingen net met elkaar niet eens zo lang. Maar toen de media ging heel erg racistisch los op haar. En seksistisch. En toen heeft hij, als nog nooit gebeurd, dat het paleis een soort officieel statement om waar ze zeiden kap met het ras, dat het racismewoord ook werd genoemd. Okay. De reacties op mijn vriendin zijn racistisch en seksistisch. Wow. Stop hiermee, gewoon letterlijk. Dus dat was nogal een jaar geleden. Ja. Hij komt echt van ver. Hè? Ik heb echt een hekel aan die gast gehad. Hij komt van ver, want hij heeft een jaar of 5, 6 geleden bij een of andere... 10 jaar geleden. 10 jaar geleden of zo. Ja. There was a party waar hij naartoe ging. Het heette Natives and Colonialists of zo. Hij was gekleed als hij had een nazi pak aan. He's coming from far. Ja, maar het is een witte getraumatiseerde man, dus we vergeten het hem allemaal. Ja. Een witte getraumatiseerde rijke man. Voordeel van de twijfel. He was a loner. Geen uitwisbare schuld. Oké, dus dat is dus Meghan Markle. Dan hebben we ook nog in de aanbieding... De man van mijn dromen, Colin Kaepernick. Weet jullie wie dat is? Ja. Van basketbal. Van basketbal. Ik ben niet zo in de sport. Voetbal. De mooie. De Mohammed Ali van 2007. Klopt, en broederliefde. Oké. Ook geen idee. I love you, Jesse. Dat is een hele leuke Rotterdamse rapcollectief. Oké, sorry man. Ik ben echt volledig uitgecheckt. Ik ken ze wel, mensen. Namens NUC. Heel goed. Dus met wie willen jullie drinken? Met wie willen jullie dansen? Met wie willen jullie dipsausen? Mogen we ook niet dansen met, maar dansen op? Want dan weet ik het dat dan. Kan ook. Je kan op en met dan. Ja. Oké, is goed. Ik zal zeggen, dansen op broederliefde, altijd gezellig. En met ze mogen ze ook meedoen, toch? Ja, dat wel. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet dat Mitchell draait altijd leuke muziek in de auto. Dus waarschijnlijk is broederliefde ook langs geweest. Dus ik ben het mee eens, ja. Dus die mogen met jullie dansen, yes? Ik keek naar de eerste 2 seizoenen van Suits, waar Melissa ook in speelde. En ik ben wel fan van haar. Dus ik zal... Wil dipsausen? Ik weet niet of ik dit mag zeggen. Wat zeg je? Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zou best een dansje kunnen doen. Oh, dansje? Ja. Maar je gaat al dansen. Je gaat dansen met broederliefde. Oh ja, natuurlijk. Oeps. Nou, dan een drankje. Oké. Een drankje? Als het mag. Tuurlijk. En dan neem jij gewoon lekker Colin Kaepernick voor een drankje. Ja. Dat is een mooie balans. Goeie deal. En dan gaan jullie dus dipsausen... Met Kaepernick over, want hij maakt dezelfde shit mee als ons. En dan kunnen we gewoon tips en advies uitwisselen. Lijkt me een hele goede deal. Ja. Mm-hmm. Dus het drankje wordt dan thee bij de koningin. Mm-hmm. In Buckingham Palace. And what a lovely hair you have. Can I touch it? Ik ben wel geobsedeerd door het haar van Meghan Markle. Is het nou allemaal echt? Zijn het nou allemaal stukken? Hoe zit dat? Die ziet toch hier bij een beetje cruisen. Ik trap er altijd in. Goed, dus jullie gaan, althans, Jessie mag dan ook een drankje doen met Colin voor deze keer. Ja. En met Meghan een drankje. Dan gaan jullie wel ook dipsausen met Colin. Lijkt me heel interessant. Met hem heel veel appen en WhatsApp. Zeker. En dan gaan jullie dansen op en met broederliefde. Gezellig. Yes. Dat waren onze DDD's. Ja, dat was hem gewoon alweer. Oh. De laatste dipsaus. Mitchell kijkt meteen op zijn horloge. Dit was dipsaus aflevering 19, opgenomen op zondag 8... Nee, oktober. Nee dat klopt niet. Wat is dit? Zondag 3 december in de Salto Studio. We willen jullie ontzettend danken allemaal. Oh, we moeten even onze sponsors natuurlijk ontzettend bedanken. Laten we dat nu meteen met heel veel liefde doen. Die waren het ook alweer. SVDJ, nog steeds toch? Ja, SVDJ, absoluut nog steeds. Wel de laatste van het SVDJ, dank jullie wel. Salto, inderdaad, dat we hier mogen opnemen. Dus eigenlijk geen sponsor, we betalen gewoon. Fijn dat we hier zijn. Democratie, dus Stichting Democratie en Media. Dus dankzij Stichting Democratie... Hebben we een website, die betalen niet mee aan de aflevering. We hebben wel hele mooie, kunnen wij blogs en dipsaus exclusives posten. En opgezwollen.
Voor de chill. Gezwollen is wel echt ons sponsor. Ja, we mogen het lied van. Het lied van, zo heet ook Dipsaus. Oh. Wat jullie horen elke keer. Gewoon is dat onze tune is Dipsaus. Van Opgezwollen. En we willen natuurlijk onze lieve technicus slash regisseur. Voor mij nou. Regisseur bedanken. David Julie. Thank you, thank you. Dit was de laatste Dipsaus van het jaar. Wij gaan heel hard ons best doen om door te gaan. Maar het is heel erg spannend. Omdat ja. Schmoni. It's all about the schmoni. Yep, yep, yep. Dus zijn er nog rijke voetballers, rijke mannen die zich niet echt willen uitspreken, maar wel willen supporten? Yep. Support Dipsaus. Sponsor yes, Dipsaus. Ja, en dan mag ook een drankje met mij of diner. Ja, precies. We geven allemaal. Ja, jij geeft Marjan. Je lichaam wel een keer, dat toch? Voor Dipsaus. Hey, lieve schatten. Proost. Cheers. Yeah.